Ja, voor deze sessie is fijn om wat kussentjes te hebben. En ik heb dit soort bolsters, hè? Een bolster, dekentje, kussentje. Heb gewoon iets bij de hand wat je makkelijk maakt. En ik zal de sessie eigenlijk wat toespitsen op zonder attributen. Dat iedereen lekker mee kan doen. Zo, en goedemorgen, goedemorgen, goedemorgen. We gaan zittend beginnen. En wat we gaan doen is eigenlijk haptonomische yoga. We gaan lichaamsbewustzijn vergroten, het lichaamsbewustzijn. Dus wat ik doe is ik stuur je constant je lichaam in om te voelen, om erbij te blijven. En het is niet zo dat als ik je naar binnen stuur, dat er constant verschillende emoties zijn. Het kan ook heel neutraal zijn. Heel vaak kom je in de neutraliteit en als je daar doorheen gaat, kan je andere dingen tegenkomen. Het lichaam is een voertuig eigenlijk, hè? Jouw lichaam, dat ben jij. En jouw lichaam is ook representatief hoe jij je voelt. He, dus het kan zijn dat er wat spanning is in je nek of in je schouders. He, en dat geeft eigenlijk weer dat je misschien een beetje in elkaar gedoken zit. Of er is wat zwaars, er spelen emoties. He, het kan zijn dat je buikklachten hebt. Als je buikklachten hebt, kan het ook zijn dat daar eventueel nog emoties zitten. Zo is het lichaam, staat representatief voor jouw binnenwereld. Dus wanneer jouw binnenwereld volledig in balans is, is dat meestal ook zo aan de buitenkant. Dus jouw lichaam fysiek. Jouw fysieke lichaam aan de buitenkant en jouw energetische binnenkant, of jouw emotionele energetische binnenkant, die twee werken samen. Dus wat ik met je wil doen is dat lichaamsbewustzijn vergroten, zodat je die binnenwereld, dat je daar begrip op hebt, dat je die helemaal begrijpt. En dat je door binnen aanwezig te zijn, die buitenwereld kan helen, kan verzachten om het zomaar te zeggen. Dus die fysieke begrenzing van jou. En uiteindelijk wil je door die fysieke begrenzing heen om helemaal in jouw kracht te staan. Om in jouw center te blijven. Want jij bent een ziel met een energieveld om jou heen. Dus jouw energieveld is een onderdeel van jouw zijn. Van jouw uitstraling, van jouw aantrekking, van jouw wezenlijke potentie. Dus we gaan werken met naar binnen toe. Die energie in je lichaam vergroten. Die buitenkant bij wijze van verzachten, zodat die energie kan uitdijen en jij, ik zeg het ook wel, in je Boeddha-vorm, ja, in jouw Boeddha, hè, die visualiseer die mooie Boeddha die daar zit op zijn troon. Niet zo'n kleine Boeddha, maar zo'n grote lachende Boeddha. Hè. De lachende Boeddha die daar zit op zijn troon en die kan de hele wereld aan. Dus kijk even of je fijn kan zitten. Ik zit op een klein zitkussentje. Dan kan ik iets makkelijker, blijf je dan overeind. Geef je je heupen wat ruimte om makkelijker te openen. En je kan makkelijker met die wervelkolom zitten. Eigenlijk de mannen hebben rechtsachter en de vrouwen hebben linksachter als je op deze manier zit. Dus dat je je voeten voor je hebt. En anders als je in kleermaker zit, dan maakt het niet heel veel uit. Maar als je voeten voor je hebt op de grond. Ik heb ook eigenlijk altijd automatisch rechts achter. Maar dat zit gewoon in zo'n voorkeurskant. Dus kom lekker zitten. En nestel jezelf dan eventjes al wiebelend je kussen in. Dus je laat je kaken los. Je ontspant je tong in je mond. En we komen uit de nacht. Wij komen op dit moment uit de nacht. Waarin je heerlijk geslapen hebt, dus je bewustzijn heeft jouw lichaam weer energie gegeven. Jouw bewustzijn heeft jouw hele systeem geheeld. Dus wanneer je in die slaaptoestand zit, in die 7, 8 uur slaap, als je dat kan halen, dan herstelt je lichaam weer het zelfhelend vermogen om al je cellen weer schoon te maken, zodat ze weer ten dienste zijn voor jouw organen, voor jouw hele binnenwereld. Lekker wiebelen, voel die billen onder je. Voel die billen op de grond, kaken los, ontspan je tong in je mond. Voel die wervelkolom die wat wiebelt. En die wervelkolom is eigenlijk jouw center. Voel even alsof je de nacht wat van je af wiebelt.
We zijn in het hier en nu. En ik nodig je uit om van je hoofd, door je keel, door je hart, door je maag, door je buik, naar je bekken te zakken, je benen, je voeten, je tenen. Om je onderlichaam te voelen. En je onderlichaam is je basis van je lichaam. Haptonomisch gezien is daar je basis. Dus visualiseer in jouw bekkenbodem, kom maar stilzitten. Visualiseer in je bekkenbodem dat daar een soort schaal is. Een soort mooie, ik zie dat het als een gouden schaal. Je gaat echt zitten alsof dat om je billen heen zit. Er zit een schaal in jouw bekken en jij zit daarin. Ik heb een mooie gouden schaal. Pas precies om mijn billen, om jouw billen. En die schaal geeft jou stevigheid in jouw bekken. En die schaal zorgt ervoor dat jij je veilig voelt, dat je gedragen bent. Als het ware kan je hart verzachten. Alsof je hart een mooie bloem is en af en toe vallen er wat blaadjes van de bloem af. En die bloemenblaadjes die vallen dan in je bekkenbodem. De blaadjes van de bloem vallen zo één voor één in je bekkenbodem en dan liggen ze in jouw bekkenbodem, waar ze langzaam opgenomen worden. En net als met de aarde, dat recycelt. Dat recycelt in jou. Het geeft leven aan wat nieuws. Inspiratie. Breng je handen dan bij elkaar, je rechterhand onder, je linkerhand erbovenop. Dus je sluit je handen als in een soort schaal ook. Die sluiten onder je. Je rechterhand onder, je linkerhand erop. Je duimen gaan tegen elkaar aan. En je wordt je bewust van je ademhaling. En als er spanning zit in je adem, in je lichaam, spanning in je ademhaling, spanning in je lichaam, dan is dit vaak het moment dat je dat voelt. Misschien is je rug heel strak, je nek, je schouders, en dat kan allemaal soepel zijn. Vaak hebben we een harnas in ons lichaam en dat uit zich als een spanning. Je hele rug die gespannen is, is een soort harnas. Een soort muur. En datzelfde kan je hebben in je buik, datzelfde kan je hebben in je hart. Een soort emotionele, energetische muur. Dat kan je hebben doordat dat het allemaal te snel gaat om je heen. Dat je je best moet doen. Dat je binnen- en buitenwereld niet helemaal in balans zijn. En jouw ademhaling is de sleutel tussen die binnen- en buitenwereld. Tussen intern, emotioneel, energetisch en fysiek. Dus breng je handen op je buik. Ontspan je schouders. Je ogen zijn zacht. Je blik is naar binnen gericht. Dus van je het gedachte weg, maar naar binnen, naar het voelen. En je voelt dat je buik langzaam op en neer gaat. Je laat je kaken los. En je gaat wat dieper in- en uitademen. Inademen door je neus. Uitademen met F-geluid in je mond. Inademen door je neus. Uitademen door je mond.
Inademen door je neus. Uitademen met F-geluid. Ga door. Probeer je adem zonder moeite zo lang mogelijk te maken. Je hoeft niet je best te doen. Je focust op je adem. Schouders los, kin in, nek lang. Ga weer zitten in die schaal. Je bekken is je basis. Je kan jezelf dragen vanuit je bekken. Als je volledig ontspannen bent, dan kan jouw bekken... heeft een natuurlijke opgerichtheid die jouw lichaam omhoog houdt. Daar heb je geen spierspanning voor nodig. Als je de juiste balans weet tussen spanning en ontspanning, dat je van binnen verzacht. Ah, en alsof je in een lekker bootje zit. Het is een hele mooie zonnige dag. Je zit in een bootje. Misschien een zeilbootje, misschien een rubberboot. Misschien een motorboot. Je zit in een bootje dicht op het water en je dobbert zo. En je voelt dat dobberen van het water zo in je benen, onder je. De zon schijnt, je hoeft even helemaal niks. Je mag er zijn, genieten van de zon. Warme weer. Het bootje wat zo kabbelt op het water. Misschien heb je nog leuke mensen in je boot. Of misschien ben je er alleen. Dat je denkt, hey, hoi. Gezellig. Misschien denk je, nee, lekker alleen. Helemaal goed. Ik heb even genoeg aan mezelf. En je voelt zo het dobberen van het water binnenin jou. Je hebt zo'n groot vermogen om te voelen. Met jouw emotioneel, energetisch lichaam kan jij zoveel waarnemen. Het dobberen van het water, de warmte van de lucht, de wind, de zonnestralen. Je voelt het allemaal. En laat dat van buiten naar binnen komen. In jouw binnenwereld, binnen in jouw lichaam, is er ook een bepaalde temperatuur. Kijk of je die warmte kan voelen binnen in jou, onder je huid. Binnenin jou is een hele binnenwereld. Je kan het ook wel zeggen, Disneyland zit ook binnenin jou. Er zijn achtbanen. En er zijn, ik weet niet wat er allemaal in Disneyland is. Van die pretpark in ieder geval, je snapt het wel. Ronddraaiende molens, zweefmolens. In jou is Disneyland een plek vol leuke herinneringen en een plek vol minder leuke herinneringen. Plek vol angst, boosheid, verdriet, blijdschap. Ah, en jouw lichaam wil dat jij je lichaam bevrijdt van de energie, van de enge dingen in Disneyland. Dan zouden kinderen zeggen, nou, maar er is toch helemaal niks engs in Disneyland? Alles is leuk. Ah, ik denk dan aan de Efteling. Breng je handen opzij. Open langzaam je ogen. En je maakt even verbinding met je handen, met Moeder Aarde. Ah, je voelt door je handen heen, kan je je matje voelen, kan je de grond voelen. Je kan waarnemen via jouw lichaam. Dat noemen we doorvoelen, alsof je... Je hart, die kan je verlengen door je armen, door je handen. En dan voel je via je handpalmen, je huid, voel je de grond. En via de grond kan je ook nog dan daaronder voelen. En daaronder, dat is een perceptie. Jouw mind die denkt, dat kan ik niet. Maar jouw energetisch lichaam kan dat. Dus je voelt door je handen de grond. En dan komt er ook een kracht naar jou toe via jouw handen. Er komt een soort opwaartse kracht jouw handen in dat je denkt, oh ja. Er komt ook energie jouw lichaam in. Oh die, kan niet. Ah, doorvoelen. En dit is dan de grond, dat heeft niet echt, is niet heel levendig. Als je dat op mensen doet, dan kan je mensen
kan je alles van mensen voelen of van dieren voelen. Breng dan je handen naast je. Ik heb een kat die onder mijn trui wil, maar dat kan niet, maar dat ontdekt hij wel. Je brengt je handen naast je en we gaan heel lang, ze komen weer in beweging. Dus je strekt je rug mooi op en je brengt je armen omhoog, je ademt in. En dan breng je langzaam de armen weer opzij, je duwt de duimen naar beneden. Of je duwt ze niet, je draait ze naar beneden en de armen gaan weer naar beneden. Je buik, je rug wordt rond. Adem in, je draait je armen om naar het plafond. En je strekt je rug op, je kijkt mee omhoog. Schouders laag, vingertoppen raken elkaar. Adem uit, open je handen en je draait je duimen weer naar de grond. Adem in door je neus, armen gaan omhoog. Adem uit, armen gaan weer naar beneden en je rug wordt rond. Ja, gaat niet, schat. Adem in omhoog. En adem uit, armen weer naar beneden. En dan voel je dat je armen door de lucht gaan. En je kan als het ware, voel je ook de lucht via je huid. Je voelt dat je door de lucht beweegt. Inademen. Uitademen. Je beweegt je hele lichaam. Nou ja, je rug dan. Inademen, je armen. Strek jezelf mooi door. Je hart gaat open. Adem uit, draai je handen weer in. Adem in, je armen omhoog. Adem uit. Nog eentje. Hou je vingertoppen even op de grond. Het is alsof je de energie van de aarde nu je handen inbrengt. Ik zie de energie van de aarde heel vaak als een zilveren energie. Ik weet ook niet waarom, maar ik zie het als een zilveren energie. Die energie breng je nu in je handen. En die energie, die zilveren energie, die energie van de aarde trek je nu door je energetisch veld omhoog. Je adem in. En dan breng je je handen bij elkaar boven je, tegen elkaar aan. Adem uit. En dan gaat de gouden energie van het universum, gaat nu je handen in. En je trekt die energie van het universum, trek je nu door je middenlijn, met je handen bij elkaar in bidhouding, door je hele wervelkolom. Je visualiseert energie. Adem in, de energie van de aarde, de zilveren energie, trek je nu als sterrenstof in jouw energieveld. Dat wordt zilver, wit, handen bij elkaar. Adem uit. Adem in, breng de energie, de gouden energie in je handen van het universum. En die trek je nu door je hele wervelkolom in, goudgele energie. Adem in, nog een keer, de zilveren energie van de aarde in je energieveld. Lichtheid, speelsheid en dan de kracht van het universum. Adem je uit, meteen door je wervelkolom, gouden krachten. Krachtige, intuïtieve energie door je wervelkolom. Speelse energie, je energieveld in, hup. Je hart open, je glimlacht en je trekt een hele mooie, diepe, intense energie, goud door je lichaam. Je verankert het in je gouden schaal en je bekkenbodem. Laatste keer dan. Adem in, omhoog. Zilveren energie, je energie valt in en visualiseer dat die gouden energie nu zo stroperig is als honing en die trek je door je kruin, adem uit, door je keel, door je hart, door je buik en dat landt zo in jouw bekkenbodem. Adem in en uit, blijf even zitten. Laat los. Oh, sorry. Niet doen, gekkie. Daar schrik ik van. En andere mensen ook als ik dan zo ga schrikken. Sorry, zijn we nog heel? Oh, poes, dat kan je niet. Sorry hoor, jongens. Ik hoop niet dat jullie schokken van mij. Oh, strek je benen dan uit. Ik zie het al helemaal in elkaar storten.
Schud je benen uit. Ja, duw die benen lekker de grond in. Oh, en maak even geluid. Oh. Oh, ah, ja. Er zit energie in dat bekken wat door die benen naar buiten kan. Er zit energie in dat bekken wat via je buik, je hart, door je keel naar buiten kan. Ja, schud ze lekker uit. Oh, ah, draaien. Ja, je lichaam zit vol energie. Breng je rechterbeen voor je, buig je linkerbeen. Jouw lichaam zit vol energie, dus raak het even aan. Leg mijn sok uit. Raak het even aan. En je voet, adem in en uit. Ja, gekkie ben jij. Adem in en uit, raak je been aan, je voet. Dit is een onderdeel van jou. Jouw lichaam ben jij. En jouw ziel stroomt door jou heen. Door te werken met die kracht van visualisaties brengen we jouw ziel, jouw hogere zelf, jouw innerlijk weten al dichterbij. Dat je er meer mee gaat werken. Dat je voelt, oh ja, dat doe ik eigenlijk altijd al. Yes! Herkenning van jouw intuïtie en jouw ziel. Zo, strek je been uit. Je zit een heel klein beetje ingedraaid, dus je hebt niet je been recht voor. Je hebt je been een heel klein beetje schuin. Dan draai je bekken in en je buigt eventjes naar voren. Je armen kunnen tegen je voeten aan of je hand. Kan je met je hand bij je voet pakken of je legt ze gewoon neer. Je buigt even de rug. Je ademt rustig in. En je ademt rustig uit. Lichaamsbewustzijn. Je zit in die gouden schaal in dat bekken. En langzaam met je ademhaling breng je ontspanning in je lichaam. Met jouw ademhaling praat je met jouw lichaam. Hallo. Oh, hier heb ik wat spanning. Hier heb ik wat pijn. Hallo. Met je adem ga je er naartoe. Dat is je aandacht. Alsof je binnen in jouw lichaam handen hebt. En in dit geval is jouw adem representatief voor je handen. En je gaat voelen met je handen aan de binnenkant van je lichaam. Oh ja, hier voel ik wat spanning. En met je adem strijk je over die spanning in jouw lichaam heen. Over de pijn. Je masseert als het ware je spieren met je ademhaling. Ja, heel rustig rol je omhoog. Doen we ditzelfde aan de andere kant. Je strekt je been uit. Je zet hem ietsjes opzij. En we raken eerst even je been helemaal aan. Aanraking verzacht. Dus dit doe je met je handen. Fysiek raak je handen, je lichaam aan de buitenkant aan met je handen. Dus je lichaam verzacht door aanraking. Door liefde, aandacht. En in de binnenkant verzachten we door de adem te gebruiken. Ja, mooi. Leg je been weer neer. Jij zit in de weg. Je bent een heel klein beetje, dus je zit niet helemaal recht, je zit een heel klein beetje schuin. Dan draai je zelf in. Heel langzaam buig je naar voren. En je ademt. Je bekken, je rug, je bovenrug, je schouders, je zijkant van je rug of je onderkant van je been. Daar waar jouw lichaam zegt, hallo, voel je mij? Ja, ik voel jou, ik herken jou, ik zie jou, ik voel jou, ik hoor jouw lichaam. Ik voel in de diepe lagen in mezelf. Soms is er een beetje weerstand om door die diepe pijn heen te gaan, dat je denkt, oh, echt niet lekker.
We blijven erbij. Die adem is de aanraking, de zachte aanraking van je moeder of je vader. Jouw innerlijke moeder, jouw innerlijke vader, de warme wind, dat waar je zo naar verlangt. Aandacht, liefde, geborgenheid. Het is de magie van jouw adem binnen in jou. Ik ben er voor jou, zegt je adem. Ik help jou. Gebruik mij. Voel mij. Zie mij. Hoor mij. Ik ben jouw genezende factor, zegt je adem. Rol jezelf langzaam weer omhoog. En breng dan je beide benen, je beide voeten tegen elkaar aan in vlinder. Dus je hebt je knieën wijd. En jouw adem is jouw ziel. Je gaat even wapperen in die knieën. Je zit in die schaal in je bekken. De gouden schaal in je bekken. Daar zit jouw stevigheid, jouw basis. Je voelt je veilig bij jezelf. In jouw bekken. En dat bekken zorgt ervoor dat jij je wat gedragen voelt, gesteund voelt. Dat voel je in je bekken. Laat je adem even los, laat je energie los. Ja, mooi. Geen verkramptheid in dat bekken. Ik moet mijn best doen. Ik moet laten zien dat ik leuk ben, dat ik goed ben. Nee, als de zittende, dikke Boeddha, de lachende Boeddha, die is helemaal content met zichzelf. Die zegt, dit is het, jongens. Hey. Dit is het. Dit ben ik. Geniet van alles wat is. Disneyland. Ah, nu hoop ik dat jullie Disneyland leuk vinden, anders is het een verkeerd voorbeeld natuurlijk. Kom even in kleermaker zitten. We doen even de laatste oefening zittend. Dit is een haptonomische oefening. Dus geen yoga oefening, maar gewoon puur even haptonomisch die ik graag met jullie wil doen. Toevallig met de andere groep gedaan. Ik hoop dat het gaat. Je pak je rechterhand. En die breng je onder je rechterbil. Dus je gaat even op je hand zitten. En dan voel je, als het kan, heb je je vingertoppen onder je zitbot. En het enige wat je doet, je sluit je ogen. En je gaat naar binnen kijken. Dus met je ogen kijk je naar binnen. En je gaat helemaal door je keel, door je hart, door je buik. Maak je een verbinding met jouw hand en je zitknobbel op de grond. Jij gaat nu doorvoelen door je hoofd, door je hart, door je buik, naar je hand. Adem in je buik zacht. Kaken los. En je voelt die hand, is die warme, mooie, gouden schaal. Blijf erbij, focus. Blijf bij je hand. En nu heel langzaam schuif je die hand weg. Je schuift hem echt weg. En als het goed is, voel je verschil rechts en links. Wat je kan voelen is dat je wat dieper wegzakt in je yogamat. Er komt wat meer ontspanning in die heup en je ademhaling kan ook wat dieper. Body awareness, leren voelen. Je linkerhand onder je linkerbil, hetzelfde. Met je vingertoppen onder die heupbot. Je zitknobbel,
Ja, en weer hetzelfde. Je hoofd, je keel, je hart, je buik. Door naar je hand, alsof je in die gouden schaal gaat zitten. En je maakt meer ruimte in jouw lichaam. Je blijft erbij, focus. Focus je adem. Je adem is de aanraking binnen in jouw lichaam. Die verzacht die hele buitenkant. Zie het als een soort kleien. Je molding. Je masseert met je adem. Je weefsel. Je spieren. Je huid. En dan trek je langzaam je hand weg. Het kan zijn dat je weer voelt dat die linkerkant ook dieper wegzakt. Dat je adem wat verdiept en dat echt die spanning van je bovenlichaam wat zakt. Dat je denkt, oh, dat kan je voelen. We doen voor de laatste keer, je doet en je linkerhand onder en je rechterhand. Dus je gaat even op je beide handen zitten. Dus dit is die gouden schaal waar ik het over had. Kijk of je hem letterlijk kan voelen in je lichaam. En dan ga je naar die eerste chakra, tweede chakra, derde chakra. Bekkenbodem los. Van je hoofd naar je hart, naar je buik, helemaal in je handen. Je zit nu in je handen. Zachte, mooie, lieve handen. Helende handen, troostende handen, kalmerende handen, opbouwende handen, liefdevolle, krachtige handen, creatieve handen. Zak helemaal in die handen en dan heel langzaam schuif je ze beide weg. Het kan zijn dat je meer focus voelt binnen in jezelf. Je mind wordt stiller. Alsof je op een mooie 1000 bladeren lotusbloem zit. 1000 petal lotus flower. Onder jou is allemaal mooie energie, wat glimlacht. Hallo. Ik steun jou. Ik ben er voor jou. Je hoeft het allemaal niet alleen te doen. Voel door je lichaam heen de steun. Ontvang het via je lichaam, via je billen. Adem in en uit, open je ogen. We gaan heel rustig even die wervelkolom bewegen van links naar rechts. Je zit in die gouden schaal. Je basis, je bodem. Links naar rechts. Adem in, zet je hand op je grond. Buig je elleboog, buig je schouder. En we buigen er doorheen. Alsof je een centrum hebt, een stevige bodem. Net als een bloem die in de aarde zit. Stevig geworteld. Zijn jouw bekken en jouw benen, zijn jouw wortels. Your roots. Links en rechts. Adem in, adem uit. Ja. Adem in, adem uit. Adem in.
Adem uit. Adem in. Adem uit. Yes, adem in. Adem uit. Nog eentje, adem in. En adem uit. Terug in het midden. Ik doe lekker even mijn sokken aan. En dan gaan we op onze rug liggen. Dus je zet je voeten neer. Je rolt jezelf naar beneden. En je komt op de grond. En nu kan je ontvangen via je voetzolen, de achterkant van je bekken, je hele onderrug, je bovenrug, je achterhoofd, je schouders, misschien je bovenarmen, je ellebogen of je onderarmen en je handen, maar ik heb ze eventjes op mijn lichaam. Breng je handen op je buik. Dus intern draai je die ogen naar binnen. Je gaat voelen naar binnen. Je gaat door jouw lichaam heen voelen. Je voelt in je achterhoofd de grond. Als je hoofd te veel naar achter buigt en je kin gaat helemaal naar boven, naar voren, doe dan een kussentje onder je hoofd. Dat je een lange nek hebt en je kin is wat richting je borstkast. Je hebt je adem in je buik. Gaat langzaam op en neer. Wees je bewust dat je op de grond ligt en dat de grond jouw steun geeft. Alsof de grond ook een beetje tegendruk geeft. Ga maar doorvoelen, laat je maar dragen. Alsof de grond een grote hand is. Dan ga je zo'n beetje zo inliggen met je bekken, dat je denkt, oh ja, fijn, even knuffelen met de grond. Ah, ik begrijp ook wel dat het hard is, maar visualiseer maar dat het ook zacht kan zijn. Het contact tussen jou en de grond kan zacht zijn. Je voetzolen, warm en zacht, niet krampachtig, ontspannen tenen. Je onderrug, je bovenrug, je schouders, je nek, je hoofd, je bovenarmen. Je hoeft jezelf niet op te houden, je hebt het harnas niet nodig, je mag gewoon ontspannen, voelen. Je ademhaling is in je buik en nu leg je armen opzij neer of als je ruimte hebt, leg je de armen langs de oren. Dan opent de borstkast. En dan gaat je ademhaling wat richting je hart. Je ademhaling gaat richting je hart. Adem in je hart. Adem uit. Met het haaggeluid. Adem in je neus. Adem uit met het haaggeluid. Adem in je hart. Adem uit. Adem in je hart. Adem uit. Adem in je hart. Adem uit. Ja, refresh the energy. We starten met de dag. De nacht gaat eruit. De energie van het stilliggen. De energie van het bewegen komt terug. Actie. Even uitrekken. Adem in. Adem uit. En dan breng je langzaam één voor één de knie naar je buik. En met je handen trek je die knie naar je toe. Dus de armen gaan weer naar beneden. En nu duw je de knieën van je af. Je ademt in. Je ademt uit. Je brengt de knieën, die duw je die ribben in. Je ademt uit met het haaggeluid. Adem in, duw die knieën van je af.
Zachtjes hoor, zachtjes. Adem uit, duw die knieën. Je ribben in, yes. Adem in. Adem uit. Adem in. Adem uit. Adem in. Adem uit. Er zit heel veel residu, opgeslagen emoties vast in dat middenrif. Adem in, adem uit. En we duwen nu, we masseren het middenrif nu met onze knieën. Dat er dan wat ruimte komt in je middenrif. Die emoties hoeven niet opgeslagen te zijn in je maag, in je middenrif. Doordat die ademhaling dan wat strakker is, ga op spanning. Masseren in het middenrif. Nog eentje. Zachte armen, zachte schouders. En duw nu je benen naar links en kijk naar rechts in de twist. En we maken diezelfde beweging. We masseren dat middenrif. Raak even je buik aan met je hand. Masseer je buik. Mooie, zachte, warme buik. Een bewoonde buik. Liever een buik wat voller is en bewoond. Dan een platte buik met geen aanwezigheid en spanning. Ga in je buik wonen, je mooie buik. Adem in. In het midden, je benen gaan terug. Adem uit, je knieën gaan naar rechts. Je kijkt naar links, je twist en je hand weer even op je buik. Ja, dat is zeg maar je hotelkamer waar je lekker warm onder de dekens ligt in je buik. Waar je praat. Waar je woont met je geliefde. Geliefden. Waarin je vrienden uitnodigt. Mensen die je leuk vindt. Allemaal in je buik. Komt allemaal in je buik binnen. Niet in je hoofd. In je buik. Je buik is zacht en warm. Of gespannen en strak. Adem in het midden. Adem uit, benen weer naar links, kijk naar rechts. En eventueel strek je die arm wat weg, voel je die stretch ook mooi in je bovenrug. Open je lichaam met je ademhaling. Verzacht. Adem in en uit. Ja, laat los. De spanning. Je doet het zo goed. Je hoeft het niet alleen te doen. Door het midden adem in. Adem uit. Laat je dragen. Ontspan met de kracht van de aarde. De kracht van het universum. Benen naar rechts. Kijk naar links. Je bent beschermd, je wordt gedragen, laat je dragen, ontvang. Adem in en uit. Kom terug op je zij. Duw jezelf op je zij. En dan door op je buik. We zijn haptonomisch aan het voelen. We hebben net die achterkant gedaan. En we doen nu die voorkant. Draai je hoofd naar een kant die fijn is voor jou. Ontspan je benen. Leg je voeten op de grond. Of kijk even wat fijn is voor jou. Je handen draaien naar de grond. Je hoofd ligt op de grond. En voel dat je contact maakt met de voorkant van je lichaam met de grond. Ah, laat me los. En voel de grond in je voeten. De bovenkant van je voeten.
Misschien voel je onderbenen, je knieën, je bovenbenen. Maak verbinding, voel door je huid de grond. Je voelt je bekken, je buik, je ribbenkast. Je bovenarmen, je onderarmen, je polsen, je handen, je vingers, je hoofd, je wang. You are receptive of energy. Energie is voelen, energie is waarnemen. Dat je innerlijk weten, innerlijk voelen. Je voelt door je handen, je voorkant van je lichaam, voel je de grond. Laat je maar dragen, ontvang maar. Ontvang de steun van de aarde. Breng dan je ademhaling naar je buik en masseer met je ademhaling je buikorganen, je ribbenkast, je middenrif. Als je veel buikpijn kent, rugpijn, is dit een fijne oefening om in je buik te ademen. Je masseert met je adem, je darmen, alle organen in je buik. Misschien voel je wel dat je moe bent. Misschien voel je dat je heel veel energie hebt. Alles is oké. Ja, zet nu die ellebogen onder je. Je draait je hoofd in. Je zet de ellebogen onder je. Je zet de ellebogen zo onder je dat je buik en je ribbenkast, de onderkant van je ribben, de grond raken. Dus je duwt jezelf een beetje omhoog en kijk of je niet gaat hangen in die schouders. Strek jezelf dan weg en anders breng je die armen wat verder weg. Dat je die schouders in je rug plaatst. Je hoofd op, nu strek je die wervelkolom door. Dat kan niet, voor sommige ruggen vinden dat niet zo fijn, maar we focussen even op dat middenrif en je buik. Kijk of je die adem kan voelen. Stuur die adem naar je onderrug. Je voelt de adem in je buik tegen je onderkant van je ribben aan. Je stuurt je adem je onderrug in. Autonomisch doorvoelen. Bewust zijn. Voelen. Aanwezig zijn. Je benen zijn ontspannen. En nu breng je langzaam je handen onder je hoofd. Dit noemen we de crocodile. Je ellebogen zijn op de grond. Je ondersteunt je hoofd in je handen. Je kan ook je handen wat tegen je voorhoofd doen, dat je nek wat meer strekt. Maar je ondersteunt even je hoofd, schouders laag. En we chanten heel rustig om. En terwijl we om chanten, voel je de om in je buik. Dus je voelt, kijk of je kan voelen dat die frequentie, die vibratie uit je buik komt. Je ademt in je buik. En we brengen de energie van het bekken door de wervelkolom omhoog naar je keel. Om.
De energie komt uit je voeten, je benen, je bekkenbodem. Adem in. Gebruik je ademsteun. Adem in. De energie komt uit je bekkenbodem. Voel na. Je wervelkolom wordt een soort glijbaan. Een glijbaan van licht. Van je stuit. Zo door je hele wervelkolom, je onderrug, je bovenrug, je nek, je hals, je kruin. Disneyland, dat is echt zo'n hele gave, zilveren, witte glijbaan. En die energie gaat door die glijbaan, via je kruin, gaat dat je energetisch veld in, die vibratie, die frequentie. Je bent een multidimensionaal wezen. Jouw lichaam zit vol verrassingen, vol magie. Als je durft te voelen, te openen, voorbij de beperkingen van je denken gaat, het kleindenken, het bekrompt denken, het bekropt denken, het krampachtig denken. Maar jouw lichaam is een goddelijk instrument, vol honing, goud, zilver, regenboogkleuren, hartjes. Wauw, jouw lichaam is echt fantastisch. Jij bent om van te genieten. Daar mag je bewust van zijn, dan mag je gaan voelen. Oh ja, ik kan genieten van mezelf, ik kan genieten van mijn eigen gevoel. Oh, ik ben vrolijk, ik ben gelukkig, ik ben happy. Alles komt goed. Het zit allemaal in je lichaam, dat voel je in je lichaam. Woehoe, je hart is vrij. Je denken is open en ruim. En je buik is een warme plek waar je kan knuffelen. Jezelf en iedereen anders. Zo'n warme troetelbeertjesbuik. Zet je handen neer. Duw jezelf in child's pose. Lekker die onderrug buigen. Oh, als je zegt die grote tenen tegen elkaar aan, knieën wijd. Als je een dekentje wil, als je het koud hebt, doe lekker een deken over je heen. Ik vind dat altijd heerlijk. Voelt zo beschermend. En dan breng je je voorhoofd op de grond. Je handpalmen mogen op de grond en open je handpalmen maar naar het plafond. Je kan die knieën, die kan je ook onder je doen, dat je meer die massage nog krijgt in je ribben. Maar je kan ze ook wat wijder doen, dan ontspant je hele buik. Laat je adem los. Geef alle gedachten die je niet meer nodig hebt aan Moeder Aarde. Ontvang de energie in je handen van het universum. Energie. En adem zachtjes in je lichaam. Masseer je lichaam met je adem.
dat is een mooie houding. Als je te veel nadenkt, dan kan je gedachten even niet stoppen. Er zit een marmer punt op je voorhoofd, die drukt nu op de grond. En als daar dus druk op komt, dan ontspant dat marmer punt. Dus dan kan je wat ruimte krijgen ook in je hoofd. Energetisch opent je derde oog meer. En voel die ademhaling in je buik, in je bekkenbodem, in je onderrug, in je flanken. Met je adem masseer je weer je buik en je bekkenbodem. Als er veel spanning is in je bekkenbodem, je bent wat verkrampt, kaken op elkaar. Is dit een mooie houding om in contact te komen met die bekkenbodem? Die bekkenbodem te voelen, dat je erin ademt. Je ademt in. De bekkenbodem, dat gaat op en neer, dat voel je. Bewijs van alsof het open gaat en wat sluit. En durven in die allerdiepste lagen van jezelf te voelen. Voelen dat dat bekkenbodem ontspant. Voelen en genieten, voelen en genieten, voelen en genieten hoort bij elkaar. Niet voelen en blokkeren. Wauw, voelen is magisch. Jouw ziel denkt echt vet man. Elke dag voel ik dat weer. Maar ja, jouw mind die denkt, is allemaal niet leuk, wil het allemaal niet voelen, is pijnlijk, is stom. Weerstand, weerstand, weerstand. Maar jouw hart die zegt, kom maar. Ik kan alles aan. Ik kan alles transformeren met mijn kracht. Liefde, warmte, zachtheid, openheid, verbondenheid, eenheid, aandacht, zorgzaamheid. Adem rustig in en uit. Draai je voor de laatste keer eventjes op je rug. Ik weet niet of jullie met de tijd zitten. Ja, draai eventjes nog op je rug. Eventjes die steun voelen. Even die rug tot rust laten komen. Strek jezelf uit. Lang. Je bent een gezegend mens. Met wie je bent, met wat je kan, met jouw vermogens. Alles wat jij nodig hebt in het leven kan naar jou toe komen als jij gelooft, als jij vertrouwt. Jij kan met alles in verbinding staan als je aanwezig bent binnen in je lichaam, binnen in jezelf. Visualiseer wat je wil. Laat het universum zien wat je nodig hebt. Zet het in jouw toekomstlijn. Zet het daar neer, vertrouw. Jouw ziel weet wat jij nodig hebt. En dat het jou dat geeft wat je nodig hebt in het moment. Alles is een onderdeel van jouw groei. Jouw zielengroei. Bewustzijnsgroei. Spiritueel ontwaken. Eén zijn met jouw eigen kracht. Superhuman.
Jij hebt een superpower. Dat is je energie, dat is je liefde, dat is jouw ziel. En je adem is de sleutel om je binnen- en buitenwereld met elkaar te verbinden. Om alles wat jij wil te verwoorden en naar je toe te trekken. Ja, ik zie altijd een trampoline voor in mijn bekkenbodem. En daar dans ik op, daar spring ik op, maak ik salto's op. Be happy. Don't worry. Be happy in je buik. Be happy in je buik. Be happy in je lijf. Woon in je lijf. Belichaam jou. Alles van jou. De zon schijnt. Verwarm je aan de zon. Doe net alsof natuurlijk. Als je doet net alsof, dan kan je het voelen. Omdat je de herinnering hebt aan de zon. Liefdevolle herinneringen zijn waardevol. Koester ze. Sla ze op in je hart. Zet ze vooraan. En transformeer al die pijnlijke herinneringen. Die hoeven niet meer in verhuisdozen in jouw lichaam opgeslagen te zijn. Vul je hele lichaam met helder wit licht. Adem in. Adem uit. Ja, je bent een bron van licht en liefde. Alles mag er zijn. Jouw vrolijkheid, jouw speelsheid, jouw kinderlijkheid. Serieusheid, alles mag er zijn. Je pijn, je verdriet, je boosheid, je angst, je liefde, alles mag er zijn. Maar onthoud, je bent niet alleen. De aarde is er, het universum is er. Mensen op aarde, mensen in de andere wereld. Oh, trek je knie even naar je buik. Vul je lichaam met helder wit licht. Visualiseer dat. Werk met de kracht van het visualiseren. Word je ziel heel gelukkig van. Minder denken, meer zien. Meer beeld denken. Van rechts naar links. En denk na over leuke dingen. Zet ze in beelden naar je toe. Bij een vrij, open hart. Niet hoe. Doen. En dan kom je langzaam op je zij. En dan kom je zitten. Breng je handen bij elkaar. Door je handen bij elkaar te brengen, breng je bewijs van dat vuur weer aan in je buik. Je maakt je klaar voor de dag, je mag in actie komen, je mag van alles doen. Misschien voel je je moeheid en denk je, nou, ik doe vandaag lekker rustig aan. Misschien denk je, oh leuk, ik heb er zin in. Door je handen bij elkaar te wrijven, wakker je de energie in je darmen aan. Wordt het lekker zacht tussen je handen en breng dan je handen op je gezicht. Masseer even je hoofd, je gezicht, zachtjes, liefdevol. Goedemorgen. Goedemiddag. Je handen even op je hoofdhuid. Masseer even je hoofdhuid alsof je haren wast. Zachtjes, liefdevol. Wake up, al die marmerpunten, die energetische punten in je hoofd. Even je nek, knijp even zachtjes in je nek. Even met je ene hand in je schouder en de andere hand in je schouder. Even zo. Ontspan maar. Ja, raak dan even je armen. Je ene arm, je andere arm. In je borstkast, in je borsten. In je buik. Je onderrug. De diepste intimiteit heb je met jezelf, niet met een ander.
Benen, onderbenen, voeten. Door helemaal jezelf te durven zijn, te voelen. Kwetsbaar te zijn, je eigen waarheid te voelen, te horen. Jezelf te laten zien, jezelf te laten horen, jezelf te laten voelen. Dit is de leukste liefdesrelatie die er bestaat. Die is met jou, want je bent namelijk echt de leukste op aarde. En die relatie met jezelf, die mag je echt koesteren. Opbouwen. Verstevigen. Breng je handen op je hart. Ja, we chanten zo 3 keer om. Shanti, shanti, shanti. Ik buig voor de innerlijke vrede in mezelf. En in de wereld. Vanuit je hart. Visualiseer alle mensen om je heen van wie je houdt. Zet ze om je heen in een kring. En als je aan ze denkt, zijn ze dicht bij je. De 3D-wereld en de 5D-wereld zijn 2 andere werelden. Energetisch met je hart kan je verbinden met de ziel van een ander. Hart tot hart. Ik gun jou vrede, alle lieve mensen om mij heen. Ik vergeef jullie en ik laat het los. Ik vergeef mezelf en ik laat het los. In liefde. 3 keer om. Shanti, shanti, shanti. Adem in. Shanti, shanti, shanti. Geef jezelf een grote glimlach. En visualiseer allemaal happy smiles binnenin jou. Alle cellen zijn gevuld met happy smiles. Sterretjes in hun ogen, hartjes in hun ogen. Adem in en uit. Wil ik jullie bedanken voor jullie aanwezigheid in deze sessie. Jullie energie en aandacht. Ik wens je een hele mooie dag. Namaste. Het licht in mij, goed, het licht in jou. Dank jullie wel.